Goedemiddag allemaal. Van harte welkom hier in de Bali. Wat fijn dat jullie in zulke grote getalen hier gekomen zijn. Voor de mensen thuis ook een van harte welkom. Fijn dat jullie kijken. Mijn naam is Rick Zeefke. Ik ben programmamaker hier bij de Bali. Ik ben verantwoordelijk voor de onderwijsprogrammering. En u bevindt zich in aflevering 3 van een reeks van 5. De reeks heet Samenleiding geven aan schoolontwikkeling. En die is geïnitieerd door het arbeidsmarktplatform PO, Vorion en de Bali. We gaan het hebben over taakbeleid en werkdruk. Wat we vanavond gaan doen is, we hebben een heel mooi voorbeeld uit de praktijk van een school, het Calland Lyceum. Daar zal zo meteen Wilfred over komen te vertellen. Ik werd benaderd door Vorion om u vandaag te inspireren. En dat vond ik al een hele spannende opdracht. En helemaal toen ik hoorde dat dat met het onderwerp taakbeleid moest gaan. Want dat vond ik zelf nou niet het meest inspirerende onderwerp. We zijn er alleen wel al een tijdje mee bezig op het Calland Lyceum en Calland 2. Ik heb even gegoogeld vanmiddag en ik zag dat het taakbeleid iets is uit 1995. Tenzij er iemand mij nu tegenspreekt, moeten we dat maar even als eikpunt nemen. Wat heel grappig was, op de website van Beter Onderwijs Nederland zag ik dat dat iets is wat door de bestuurders, ons door, ze schreven het zelf, door de strot geduwd is. En in de gesprekken die ik de laatste tijd voer, is het iets waarvan de bestuurders zeggen dat de vakbonden er zo aan vasthouden. Dus de waarheid zal of in het midden liggen, of het is alle twee waar, ik weet het niet. We hebben toen een afspraak gemaakt dat we 2 jaar zouden nemen om te komen tot een uiteindelijk taakbeleid. Wij bedachten, we moeten dat taakbeleid, dat moet echt vanaf de eerste dag samen met de staat MR, maar dat is de PFR, moet dat gaan plaatsvinden. We zijn in december gaan zitten met de MR en we wisten, we gaan het niet hebben over uurtjes. Dat gaan we niet doen. Ons vak laat zich niet pakken in klokken. Kortom, eigenlijk was mijn insteek bij die bijeenkomst, we schaffen gewoon het hele taakbeleid af. En gevraagd was, ga met elkaar nou eens in gesprek om, en ik zal hem mooi neerzetten, waarom is een docent eigenlijk op aarde? Hè? Wat is nou de betekenis van het vak? Waarom wil je docent zijn en wat betekent dat? Lesgeven, dat weten we, maar wat hoort er nog meer bij? Wij vinden als docent dat we hiervoor staan, zolang we werken op het Calland Lyceum. Echt zeggenschap over het eigen werk daar leggen waar het hoort, namelijk bij de docenten. Daar staat ook nog eens een mooie zin, gebaseerd op vertrouwen en uitgaat van verschillen. Mijn idee is namelijk dat hele taakbeleid gebaseerd is op wantrouwen, alle twee de kant op. Een bestuur dat, of een schoolleiding dat taken verdeelt om er maar voor te zorgen dat iedereen dat doet, dat een beetje opjaagt, beknibbelt op de uren en mensen over de kling wil jagen. En andersom bleek ook uit gesprekken dat toch ook docenten het soms wel prettig vonden, zo'n taakbeleid, want dan wist je tenminste zeker dat je niet harder werkte dan je buurman. En dat afrekenen, van met dat lijstje het jaar ingaan en vervolgens aan het eind van het jaar kijken of je al je taakjes wel had uitgevoerd. We wilden er vanaf. En de kern van dat nieuwe taakbeleid is, alsjeblieft, hier is uw 826 uur en gaat u met uw collega's heel goed nadenken over wat u daarin gaat doen. Het versterken van de rol van de docent. Tijdens dat eerste overleg dat we hadden, toen werd wel duidelijk, als je opeens op elkaar aangewezen bent met het verdelen van de taken, moet je elkaar ook feedback kunnen geven. En iedereen had heel braaf een groen kaartje, want dat was de werkvorm, omhoog gestoken toen het over feedback geven ging. Maar de dag daarna zei een docent, ja, leuk, ik heb dat kaartje wel omhoog gestoken, want ik vind ook dat ik feedback moet geven. Maar toen ik dat gisteren deed, toen kreeg ik een grote mond terug, dus dat doe ik niet meer. En we zullen daarop moeten investeren, op vaardigheden om met elkaar samen te werken. Het versterken van de professionele werkverbanden, dat betekent gewoon letterlijk, hoe ga je in een team samenwerken, hoe kun je in een afdeling samenwerken, maar ook, wat is de veranderende rol van een schoolleider? Want die gaat uit die teams en die gaat veel meer op een onderwijskundige manier leiding geven. Ja, al met al, wij moeten ons personeelsbeleid versterken. En daar zijn we al flinke stappen in aan het zetten met het aantrekken van een nieuwe HRM'er. Maar we gaan echt met docenten in gesprek over andere vaardigheden en andere manier van werken. En dat gaan wij doen. Dus in principe hetzelfde als wat nu gebeurt, alleen zonder uren, zonder lijstjes. En dat was vroeger ook zo. De een die werkte zich te blubber en de ander maakte zich met een Jantje van Leien af. Zo zit de mensheid nou in elkaar, alleen het taakbeleid heeft het wel veel ingewikkelder gemaakt en ons spreekt aan dat je daar samen over praat. Maar meer op basis van vertrouwen met elkaar gaan werken dan op basis van
En de gezamenlijkheid. Niet zo van, nou, ik heb mijn taaklijstje voor vandaag. Ja. Nee, wij zitten hier samen voor een taak. Die leerlingen moeten goed bediend worden. En dat gaan wij samen met elkaar regelen. Als je dat voor elkaar krijgt, spreekt ons ontzettend aan. Cultuur. Oh ja, en de cultuuromslag natuurlijk. En dat, ja, dat we eigenlijk echt op nul moeten beginnen, als het ware. En ja, dat was hetgene van, ja, wat blijft er achter wat in het verleden is gebeurd? En in hoeverre neem je dat mee voor de toekomst? Ja, we kregen via Twitter door Paul Baartman een vraag ingezonden. Hoe geven jullie, dus dat gaat nog aan het Canon Lyceum, hoe geven jullie verantwoording afleggen aan collega's vorm? Thuis hebben we ook geen uurtje van, ja, de was kost zoveel uur en koken kost zoveel uur. Hey, dat zoek je natuurlijk samen uit. De een heeft het soms wat drukker en dan doet een ander het. Ja, een gezonde manier zou zijn natuurlijk om het goede voor te leven voor de ander. Ja. En dan heb je de beste werksfeer en dan komen anderen meestal wel mee. Hetzelfde als dat ik met mijn leerlingen zeg, van, ja, het moet er op een bepaalde manier uitzien. Jij moet zoveel tijd besteden aan je huiswerk en zoveel tijd moet je stil zijn en zoveel tijd moet je dat doen. En vervolgens boeit het niet wat voor resultaten er komen als het er maar op een bepaalde manier uitziet. Ja, daarmee ga je het natuurlijk niet redden. Zeg je daarmee ook, we accepteren gewoon de verschillen van elkaar? En dat kan soms zijn. Ik denk dat je dat moet doen. Ja, we willen met z'n allen hopelijk toch hetzelfde. Ja. Zowel de leerling als de schoolleiding, als de docent. Collectieve verantwoordelijkheid. En hopelijk ook het bestuur. Hè. Je wil met z'n allen, wil je natuurlijk samen een goede school zijn. Mijn naam is Peter Berkhout, ik ben van Crux Creaties. We hebben samen een voorstelling gemaakt. Die is opgepikt door Martine Maas. En we hebben nu wat gecentreerd rondom werkdruk. Dus wij nemen u mee naar het komende uur naar één school. En binnen deze school is er sprake van werkdruk. En wat u gaat zien is dat er een specifieke manier van communiceren is rondom werkdruk. En dat er sprake is van bepaalde patronen. Maar we willen vooral laten zien wat er tussen de mensen zich afspeelt. En we beseffen ook wel dat die muren die hier zijn uitgetekend van dit systeem, dat daar buiten, dat daar gewoon heel veel gebeurt. De Zembla-uitzending, de onderwijsinspectie, beleidsmakers, het onderzoek naar werkdruk. Dat speelt allemaal, maar waar u naar gaat kijken is wat er binnen deze vijf muren met deze vijf personages, die allemaal een verschillende functie hebben, en wat er zich afspeelt in deze vergaderruimte en in die wandelgangen, daar net buiten zijn. Nou, dat is natuurlijk niet het enige wat we gaan doen, want het gaat 20 minuten duren. En daarna kunt u een van de personages straks adopteren. En dan gaat u een eerste stap verzinnen voor elk personage of voor een deel van de personages om het patroon te doorbreken. Nou, er zijn een aantal principes die ik wil meegeven voordat u straks gaat kijken. Als één keer iets gebeurt, is het toeval. Als tweede keer iets gebeurt, is het opmerkelijk. Als de derde keer iets gebeurt, dan is het een patroon. Taal stuurt gedrag, zeggen ze dan bij systeemdenken. En let u vooral op het effect wat die dubbele boodschappen hebben. Dat vind ik persoonlijk het mooiste uit het systeemdenken, dat het systeemdenken dan zegt, ja, we hebben een neiging om te beschuldigen, maar aangezien het patroon de basis en we allemaal een goede bedoeling hebben, kunnen we beter onschuldigen dan beschuldigen. En kan je beter de neiging om te beschuldigen, onderdrukken. Dag Chris. Met Andrea. Ja, het is nog donker buiten. Dus het verbaast me niks dat ik je voicemail tref. God, waar moet ik beginnen? Ik heb de adviesrapporten bekeken. Takenbeleid, de bezuinigingen. En het is erger dan ik dacht. Ik bedoel, Chris, ik vrees voor de inspectie. Ik bedoel, Chris, luister, het is niet uitvoerbaar en toch moeten we het uitvoeren. Ik wil het alleen doen als we het samen gaan doen. Zo, Chris, zag je wat er gebeurde? Wat zag jij dat er gebeurde? Ja, angst, hè? Mensen durven zich niet uit te spreken. Ja. Zeg, Chris, hoe vond je dat ik het deed? Moedig. Ja, dank je. Ja. Zeg, Chris, luister.
Dat overzicht, hè, dat vraagt echt iets van onze medewerkers. Ja, ik begrijp je zorg, Andrea. We moeten de cultuur veranderen. Ik zal het HRM-perspectief integreren in het overzicht. Heel goed. Kijk, iedereen moet eigen initiatief tonen. Mm-hmm. We mogen geen tijd verspillen, Chris. Nee, dus je wilt dat ik snel handel? Inderdaad, ja. Ja, wees proactief en neem je verantwoordelijkheid. Zeg, en zorg jij voor input? Voor dat overzicht? Input voor het overzicht. Ja, vooral jouw locatie, Bo. Die is cruciaal in deze. Hè? Wees proactief en neem je verantwoordelijkheid. Gaat dat lukken? Maar maak je geen zorgen, hè? Komt goed. Ja. Ik kijk wel wat ik met die taken van Frits doe. Dirk! Ja? Oh. Ik heb jouw input nodig voor het overzicht. Voor morgen 9:00. Ja, zonder dat kan ik echt niet verder. Voor 9:00? Ik had toch gezegd dat je dat moest regelen? Dirk? Ja, nee, dat komt in orde. Ja? Ja, goed, Bo. Afspraak is afspraak. Oké, prima. Oké, is goed. Even dan. Hij stelt mij allerlei vragen over mijn persoonlijke ontwikkeling. Daar moet ik over nadenken. En hij vraagt mijn input over het overzicht. Hier, kijk. Ja. Bedenk zelf wat, Erika. Misschien iets over samenwerking? Kijk, fouten maken, dat mag. Graag zelfs. Okay. Je weet, daar leren we van. Erika? Ja? Jij zou taken van Frits overnemen. Dat hadden we zo besloten. Dat heb jij besloten. Ja, maar... Ik doe het nou. Het komt in de knel met mijn coördinerende werkzaamheden. Ik kom om in het werk. Ja, het spijt me echt. We hebben het hier eerder over gehad, maar ik zit ook helemaal vol. Je mag wel wat flexibeler zijn. Wat? Ik ben flexibel genoeg geweest, maar de rek is eruit. Sorry, dit is nu echt jouw probleem. Bo, heb je even? Even, oké. Ik heb een groot probleem. Oh. Er zijn te veel taken. Ja. Te weinig mensen. Ja, ik neem nou taken van Frits over. Ik kom in de knel met mijn eigen werkzaamheden. Dat is een kwestie van prioriteren, lijkt mij. He, zet de belangrijke dingen voor het... Ja. Alles is belangrijk. Alles heeft prioriteit. Ja, en dat overzicht van jou fietst er nog tussendoor. Ja, maar dat is ook belangrijk en dat moet heel snel af. Echt, Dirk, ik weet dat jij dat kan. Ja. Ja, je bent een verantwoordelijk man. Je zit niet voor niks op deze positie. Daar heb ik soms wel een spijt van. Nou, kom op, schouders eronder, Dirk. Ik overzie het niet meer. Ja, ga er dan even rustig voor zitten. Zet de dingen netjes op een rij. Lul! Welke patronen hebt u gezien? Fascinerend hoe je gesprekken kunt voeren zonder te luisteren. En waarin heeft u dat vooral gemerkt, dat u zegt dat er niet geluisterd wordt? Nou ja, niemand vraagt echt door. Niemand luistert echt en... Het zit alleen met zijn eigen projectie erop. En eigenlijk kwam het in alle gesprekken, met name natuurlijk rond de wanhoop in de ogen van ik hou het niet meer, ik hou het niet meer vol. Dat je daar gewoon niet naar kan luisteren. Die vond ik fantastisch uitgewerkt. Chapeau, complimenten trouwens. Mooie voorstelling. Dankjewel. Er wordt iets gevraagd wat ze moeten produceren, dat overzicht, wat er moet komen. En dat moet dan voor de inspectie komen. En, waarom? Die vraag wordt inderdaad niet gesteld, nee. Nee. Men heeft gewoon totaal afgeleerd. Het is natuurlijk een overdreven toneelstuk, maar er zitten echt flarden in wat je tegenkomt in een school. Afgeleerd om normaal met elkaar te praten. En normaal met elkaar praten lijkt wel gevaarlijk. Dus dat ontloopt hier iedereen. Dus iedereen gaat, wat moet je dan ook weer zeggen? Oh, dan zeg je dat en dan ben ik er weer even vanaf. Ik vind het echt heel pijnlijk. Nou, u geeft eigenlijk al gewoon al wat veranderopties aan over vragen die niet gesteld worden, de tijd die niet genomen wordt. Jullie kunnen zo meteen een personage uit dit stuk, uit deze school, adopteren. En dat kan voor een hele korte tijd. En dan met elkaar gaan kijken, wat zou deze personage nou anders kunnen doen? En dat betekent, welke kleine stap zou deze personage nou anders kunnen doen in dit systeem, waardoor die een van de patronen wellicht kan doorbreken. Andrea richt zich naar buiten en zegt: het overzicht gaat niet komen.
eerst intern de zaak op orde. Ja, ja, ik begrijp het. Het punt is alleen dat ik met mensen zit in, op die verschillende locaties die echt tot over hun oren in het werk zitten. En het wordt een soort onuitvoerbare vraag voor ons. Wat vindt u daarvan? Dan bent u de eerste school die zich op die manier bij mij moet melden. Ja. Kom, we gaan allemaal achter haar staan. Wat is het doel van het overzicht? Wat wil je hiermee bereiken? Zou jij nog wat input willen leveren aangaande dat overzicht? Ik had wel een beetje daarop gerekend. Ja? Goed dat je het even op de agenda zet, want druk zit bij ons heel hoog, dat weet je, op de locatie. Heeft te maken met heel veel omstandigheden waar andere locaties gelukkig niet mee te maken hebben. Ja, voor mij is de vraag van, we willen best allemaal werkzaamheden neerleggen en zeggen we gaan ons storten op het overzicht. Maar wat wil je daarmee bereiken? Waar gaat het over, dat overzicht? Wat is het doel daarvan? Kijk, het woord zegt het al, hè, eigenlijk. Dat is één. Twee, het punt is dat ik natuurlijk ook vanuit overheidswegen ben gevraagd om een aantal dingen binnen de scholen op de rit te zetten. En jij bent een van de locaties. Dus ik probeer dat met jullie allemaal rustig te bespreken en daarover te vergaderen. Maar het is van groot belang, Bo. Ga daar maar vanuit. Dus ik hoor je zeggen dat het van groot belang is. Ja. Maar ik bespeur ook enige aarzeling in jezelf. Klopt dat? Wat denk jij eigenlijk zelf over dat overzicht? Nou, ik vind het fijn dat je het vraagt aan me, Bo. Want wat ik zie is ook dat er een heleboel dingen aan de hand zijn momenteel, waardoor het lastig wordt om dit te realiseren. Dat ben ik met je eens. Is dit wel? Ga even zitten. En ik wil namelijk met jou mijn takenpakket even doornemen. Oké. Ja. En waar komt dat vandaan? Dat komt omdat ik merk dat er veel te veel op mijn bordje terechtkomt. En ik begin een beetje over te lopen. En ik vind het belangrijk daarom dat er duidelijk gekeken wordt naar wat mijn taken zijn en wat de taken van een ander zijn. Oké. Ja? Goed. Nee, duidelijkheid is goed streven. Ik wil daaraan meewerken. Aan de andere kant, het komt natuurlijk niet helemaal uit lichtleden gevallen. Het is wel de bedoeling dat we een aantal taken ook onder elkaar gaan verdelen. Jawel, dat snap ik wel. Maar kijk, ik heb ook volle klassen. En ik moet ook overeind blijven. Want op het moment dat ik omval en er gaan klassen, er gaan lessen uitvallen. Ja. Ik ben nu van Frits ook dingen aan het overnemen. Ja. Okay. Ik ga met jou rond de tafel zitten en nog eens eventjes die taak op een rij zetten. Okay. Fijn. Gaan we doen. Hé, hey, dankjewel. Heb je nu tijd? Ja, graag. Ja, tuurlijk. Doen we het gelijk. Dat is prima. Mag ik nog één keer een hartelijk applaus voor alle acteurs? Niet helemaal nieuw, maar ik denk dat als we toch wat meer oprechte aandacht voor elkaar hebben, dat ze al veel meer begrip krijgen en dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dat we soms denken dat die er zijn. Wat is er nodig om elkaar wat meer aandacht te geven? Echte aandacht te geven? Ik denk dat je dat zou kunnen doen door je meer te verplaatsen in de ander inderdaad. Wat je ook ziet in die voorstelling, op het laatst zeker, dat als je wat geeft, dat je ook heel veel terug kunt krijgen. Ja. Wat ik wel een hele mooie vondst vond van een van de eerste sprekers, dat taakbeleid, die 750 maal die 2,212 uur, en dat je daarmee gelijk in een totaal ander perspectief zet, omdat het huidige taakbeleid eigenlijk veel gebaseerd is op wantrouwen, wat ik door die theatergroep ontzettend goed uitgebeeld vond. Ja. Dus eigenlijk door dat taakbeleid eigenlijk op papier een soort op te blazen, komt er iets anders voor terug. Dat vond ik wel een eye-opener. Voor mij is één conclusie dat wil je op dit terrein vorderingen maken, dan is het ongelooflijk belangrijk dat je de goede taal vindt met elkaar. Dat je met elkaar op dezelfde manier over de onderwerpen in gesprek gaat. En dat je elkaar daarin ook als gelijkwaardige gesprekspartners tegemoet komt. Dus dat vind ik in ieder geval een heel belangrijke notie die ik meeneem van deze avond. En hoe, sorry dat ik u interrompeer, maar hoe vind je een eigen taal? Hoe doe je dat? Door het gesprek te openen en door inderdaad misschien een onorthodoxe insteek te kiezen, zoals die factor
zo belachelijk te maken dat je daarmee als het ware een gesprek onvermijdelijk maakt. En vervolgens zoeken naar de gemeenschappelijkheid in de taal die je met elkaar wil benutten om een volgende stap te zetten in dat proces. Dus dat vind ik in ieder geval wel iets, het belang van die taal wat ik overhoud aan wat ik gezien heb. Mm-hmm. En even op afstand te kijken naar waar we mee bezig zijn. En inderdaad die fundamentele vraag te stellen, wat is nou eigenlijk een leraar op onze school? Wat willen we nou eigenlijk met elkaar zien te bereiken? En dan op die afstand nog eens een keer opnieuw dat gesprek voeren, hoe we die school inrichten en hoe we die processen vormgeven en hoe we onszelf eigenlijk gek maken door dag in dag uit maar achter elkaar aan te hollen in die tredmolen. Dus dat vind ik ook een heel belangrijk inzicht. Constant vragen naar waarom, precies, waarom doen we dit? Waarom doen we dat? En bepaal met elkaar wat je belangrijk vindt en durf dan ook keuzes te maken. Dat is denk ik ook ongelooflijk belangrijk. Ja. Iets wat me ook opviel, dat autonomie kan vervormen tot eenzaamheid. En de aandacht voor dat soort processen, die brengt bij mij weer de conclusie in beeld dat onderwijs eigenlijk aandacht is. Onderwijs is aandacht. En daar moeten we oog voor houden met elkaar. Dat moeten we elkaar ook iedere keer weer aanreiken. En daarin moeten we elkaar denk ik ook met z'n allen helpen, want zo komen we verder. Mooi, dankjewel Hein. Florian hoort heel graag van u als u suggesties heeft wat voor een eventueel meer zou kunnen doen om u te ondersteunen, of professionele dialoog te ondersteunen op school of andere zaken. Of misschien wel dingen te laten, dat zou ook kunnen. Mocht u suggesties hebben, u kunt ze mailen naar m.maes@cop.nl. Twee bijeenkomsten, de eerstvolgende ook voor het VO is op 9 maart. Het zal gaan over tijd en ruimte, hoe je die kan, het beste kan creëren en benutten voor onderwijsvernieuwing. Een afsluitende bijeenkomst is dinsdag 24 mei. Die is voor zowel PO als VO. Dat is echt een afsluitende, reflectieve bijeenkomst van de hele reeks. Graag tot ziens. Wel thuis. Dankjewel. APPLAUS